bord. Ik kan me niet voorstellen hoe het geweest moet zijn. Iedereen bij elkaar, luisterend naar de schoten. Hopend dat ze weg zouden gaan. Hopend dat ze zouden ontwaken uit deze nachtmerrie. Hopend dat alles weer als vroeger zou zijn. Ik kan me niet voorstellen hoe dat geweest moet zijn. Ik kan het proberen te begrijpen, maar het echt begrijpen, dat kan ik nooit.
Wilhelmus van Nassau, ben ik van Duitse bloed. Den vaderland getrouwe, denk ik tot in den dood. Overal dezelfde dromen, van vrede en een lach. Een lach die overal is te horen, op een dag. Geen wapens ons meer storen. Een kind mag zijn, zonder angsten, liefdevol en zonder pijn. Een leven vol kansen. Stilte om 8 uur, zodat wij niet vergeten de herinnering achter elke muur. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. Wat zou jij doen? Waarin men ophoudt verantwoordelijkheid te nemen voor de ander, is de menselijke waardigheid gedoemd verloren te gaan en is iedere mens overgeleverd aan zichzelf. Dit geldt zowel voor gebieden waar oorlog is, als voor landen waar vreedzaam wordt samengeleefd. Tot zover, Levinas. Wat zou ik doen? En wat zou jij doen? Het herdenken en vieren van onze vrijheid en het stilstaan bij mensen als Derks en Fekemans heeft pas betekenis als we de essentie ervan omzetten naar de dag van vandaag. Nederland is oorlog en onderdrukking al decennia lang bespaard gebleven. Veel situaties kunnen echter dagelijks de vraag oproepen: wat zou jij doen? Wat zou ik doen? Laat ik voor mezelf spreken. Wat zou ik doen? Wat zou ik doen met de vraag van mensen in verre landen om hulp en dichter bij huis? Wat zou ik doen met die oorlogsvluchteling die bij ons aanklopt voor een veilig onderdak? Wat zou ik doen als over vluchtelingen gesproken en geschreven wordt, alsof het allemaal criminelen en gelukzoekers zijn? Wat zou ik doen wanneer over groepen mensen in onze samenleving hatelijk en kwaad gesproken wordt? Frank van Vree sluit zijn tekst af met behartenswaardige woorden. Hij stelt dat de Tweede Wereldoorlog ons in onze zoektocht naar antwoorden kan helpen, juist omdat die oorlog nog dicht bij ons staat. Nu nog zijn er mensen, ook in graven, die het allemaal hebben meegemaakt. Het bezoek van monumenten en musea, bijwonen van een herdenking of het lezen van een boek kan het begin van zo'n zoektocht zijn. Maar, zo zegt hij, waar het om draait is na te denken over de wereld van toen en de wereld van nu. En dan over te gaan tot zelfonderzoek. Met als belangrijkste vraag: in hoeverre sta ik werkelijk open voor het beroep dat de ander op mij doet? Wat zou jij doen? Wat zou ik doen?